werken met Google Maps, ze werken aan opzoekwerk op Google. Ze leren ook nadenken over welke sites zijn betrouwbaar, welke sites niet. Doorklikken op sites, niet altijd gewoon naar de hoofdpagina kijken. Ik vond het ook heel tof als er zo meervoudige vragen tussen zaten. Dat ze verschillende dingen eigenlijk moesten gaan opzoeken om dan tot het eindresultaat te komen. Ook voor hun begrijpend lezen is dat heel goed. Want ze moeten dan ook echt die vragen gaan analyseren. We gaan zeker onze mede-collega's warm maken om het dus volgend jaar in het vijfde en het zesde ook te doen. Hè? Want het is toch wel een meerwaarde. De tijd waarin we leven kunnen we dan niet meer uitsluiten eigenlijk. Hè? En het is een hele leuke manier om aan de leerlijn van ICT te werken. Ik ben zelf al heel veel met computers bezig, maar alles was ook nieuw voor mij. Ik heb heel veel leuke tips gekregen, heel veel nieuwe dingen ontdekt, dus absoluut een meerwaarde. Ja, en ik denk zelfs dat de mensen die niet zo ICT-minded zijn, dat je die zal kunnen in dat traject meenemen, omdat het net zo... Er wordt heel veel uitgelegd. In de leerkrachtversie worden er tips gegeven, maar ook in de vragen zelf. Want het is eigenlijk door de vragen op te lossen dat er heel veel wordt bijgeleerd. En niet gewoon puur een antwoord zoeken, maar echt eigenlijk gewoon de vaardigheden die worden bijgebracht om tot het antwoord te komen.